Lezen wij nu samen Romeinen 3, vers 19 tot en met 31. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zou uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? De werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Is God een God en Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Gemeente, we hebben vorige week gehoord, als het gaat over de zaligheid voor mensen, dat de zondaar, dat degene die antwoorden geeft op de vragen die gesteld worden, steeds maar wedervragen gaat stellen om toch onder zijn schuld uit te kunnen komen. Dat was vorige week, zondag 4. De eerste vraag was, ja maar doet God dan geen onrecht als hij in zijn wet van mij eist iets wat ik hem helemaal niet meer kan teruggeven? Hij vraagt van mij het onmogelijke. Dat is dan toch niet eerlijk? Dat is eigenlijk de gedachte achter die eerste vraag. En we hebben toen gezien dat de Heere dat wel mag vragen. Dat hij daartoe bevoegd is, want hij heeft de mens gemaakt. En als schepper heeft hij recht op de toewijding van zijn schepsel. En we hebben ook gehoord, weer een vraag, eigenlijk weer een uitvlucht. Dat had betrekking op, maar zou God dat dan wel willen op deze manier? Het is een heel menselijke gedachte. Zou God het echt op deze manier willen? Wil hij zo zwaar straffen? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Toen hij hoort, nee. Hij wil het ook straffen, want hij toornt zich over de zonden. En toen kwam die laatste vraag. Ja maar, weer zo'n ja maar vraag. Is God dan niet ook barmhartig? Ik hoor maar niks over die barmhartigheid van God. Het is allemaal zo somber, zo eenzijdig. God is toch liefde, zeggen veel mensen. Nou, wat top je dan nog over? God is liefde. God is liefde. Ja, ga maar naar het kruis, ga maar naar Golgotha. En zie daar zijn zoon gekruisigd, van God verlaten. God is liefde. U ziet daar inderdaad een teken van Gods liefde. Maar u ziet ook Gods rechtvaardigheid. Hij straft
zonden van de kerk in zijn zoon. En daarom, God is inderdaad wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig, hebben we gezien. En daarom zo eist, een eis. Het kan niet anders, het vloeit voort uit het zijn van God. Zoals water nat is en vuur heet is. Zo is God rechtvaardig. Zo eist zijn gerechtigheid. En dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, en dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Zo eindigden wij vorige week. Al mochten we ook iets zien van inderdaad Gods grondeloze barmhartigheid. Dat hij ondanks wat hier staat, zondaren roept. Ja, ik mag wel zeggen lokt. Ik heb u op de fluit gespeeld en ik speel u op de fluit, zegt de Heer. Ik zing klaagliederen voor u, opdat u luistert. Want ik heb geen lust in uw dood, o mensenkind, zegt de Heer. Maar daarin heb ik lust, dat u zich bekeert en leeft. We hoorden van dat voorbeeld van die jongen die zijn thuis had verlaten met, ja, met veel grote woorden. Hij had gebroken met zijn thuis, maar dat hij een briefje had gevonden in de tas die hij had meegenomen, een briefje van zijn moeder, en dat hij altijd terug mocht keren en dat hij het dan maar moest laten weten. En dat hij toen gevraagd had of er misschien dan een wit laken uit het raam zou mogen worden gehangen als hij nog welkom was. En tot zijn verbazing, toen hij met de trein het ouderlijk huis passeerde en in de verte dat huis zag liggen met de boomgaard erachter, zag hij dat de hele boomgaard bekleed was met lakens. Moeder had, toen ze zijn briefje kreeg, alle lakens die ze had gebruikt om haar zo duidelijk te maken: je bent zo welkom, mijn kind. Weet je, dat is een mooi beeld van het welkom dat de Heere de zondaar toeroept. Maar wel in een weg van recht. Een weg van eerlijk behandeld worden. En zo komen we, gemeente, aan bij het tweede deel van onze catechismus. En daar staat boven: van des mensen verlossing. En dan mag het vanmiddag in het bijzonder gaan over zondag 5. Laten we die vragen en de antwoorden eens met elkaar lezen. Vraag 12. Dat begint met een belijdenis. Hè? Je hoort hier de vraagsteller eigenlijk, ja, stil geworden zijnde een belijdenis doen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En dan zou je toch verwachten dat er nu staat: jazeker, jazeker. Maar de opstellers van de catechismus hebben daar niet voor gekozen. Zij wijzen in dit verband op Gods heilig recht. Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Vraag 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14. Kan ook ergens een blootschepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Dus denk aan een engel, van een dier, van een mens. Nee,
Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. En dan begint er iets te gloren van de middelaar. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. En dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Meenten wij schrijven als thema onder deze tekst een weg ter verlossing. Een weg ter verlossing. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats gezocht. In de tweede plaats gesloten. En in de derde plaats geschonken. Dus drie keer met een G. Gezocht, gesloten en geschonken. En gemeente, wat is het nodig dat dit voor ons niet alleen een stuk, een gedeelte is van de theorie, maar van de praktijk? En dat u zegt, dit zijn allemaal vragen en antwoorden die ook in mijn hart leven. Dat het heel persoonlijk wordt. Het gaat hier dan niet over andere mensen, maar over u en over jou. Zit u zo wel eens te luisteren? Is er voor mij verlossing? Is er voor mij een weg ter ontkoming? Kent u dan ook, gemeente, die eerlijkmakende genade die de Heere schenkt en die leidt tot die belijdenis waar de vraag mee begint? Vraag 12. Aangezien wij, en streep het wij eens door en maak er eens ik van, aangezien wij, aangezien ik, dan naar het rechtvaardig oordeel Gods. Rechtvaardig oordeel, gemeente. Gods oordeel is rechtvaardig. Maar dat is een mens niet zomaar bewust. En daar is hij het ook niet zomaar mee eens. Dat God alleen maar rechtvaardige oordelen velt. Heel veel mensen behandelen God net als ze kunnen spreken over een strafrechter. En dan komt de uitspraak of iemand schuldig is. En zo ja, welke straf er moet worden opgelegd. Heel vaak hoor je dan, dit is geen eerlijke straf. Dit is niet rechtvaardig wat hier gebeurt. Die man, die had levenslang moeten krijgen. Maar hij krijgt slechts 10 jaar. Deze persoon had TBS opgelegd moeten krijgen. Mensen gaan in de plaats van de rechter vonniswijzen zonder vaak dat ze er ook veel van afweten. Maar het kan ook zijn dat je heel dichtbij staat bij het slachtoffer. En dan is dat ook wel begrijpelijk. Maar zo willen ze ook, althans veel mensen, en van nature doen we het allemaal, God beoordelen. God straft te zwaar. Eeuwige straf. Voor één zonde doet hij dat. Ja, als u één zonde zou hebben gedaan, de eerste zonde die Adam deed, van ongehoorzaamheid, is dat genoeg voor niet alleen een tijdelijke straf, het verdreven worden uit het paradijs, maar ook de eeuwige straf, de eeuwige dood. Meente, wat is het een genade als de Heere ons laat bukken en buigen. Als we mogen zeggen met David, uw vonnis gans rechtvaardig. Meent en David wist waarop hij ja zei.
Hij wist wat dat vonnis van de Heere betekende. Tijdelijk en eeuwig gestraft worden. Hij heeft het ook heel zijn leven moeten meemaken. De tijdelijke straf vanwege de zonde die hij mocht belijden in Psalm 51. Het zwaard zou niet wijken van zijn huis. Iedere keer wordt hij daarbij bepaald. Als hij hoort van verschrikkelijke dingen. Van een dochter die door haar halfbroer wordt misbruikt. Van een andere zoon die een moord begaat vanwege deze daad. Van een zoon die hem naar het leven staat. Iedere keer komt het terug, David. Dat is vanwege jouw zonde. Dit is de tijdelijke straf. Maar van de eeuwige straf had de Heer hem ontheven. Daar was hij van vrijgesproken. En daar mogen we straks ook meer van horen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke straffen zoals David die moest ondervinden. Tijdelijke straffen zoals we die iedere dag gemeente wel om ons heen ervaren. Of in uw persoonlijk leven. Moeite, verlies, ziekte. Dat zijn allemaal tijdelijke straffen. Hè? En eeuwige straf verdiend hebben. Verdiend vanwege mijn zonde. Dan zou je eigenlijk een poosje stil moeten zijn. Dit is de belijdenis. Een eerlijke belijdenis. Heere, u bent rechtvaardig, dus uw wet is rechtvaardig, dus uw vonnis is ook rechtvaardig. Daarentegen ben ik onrechtvaardig. En zijn mijn gedachten, als ze anders zijn over u, zijn onjuist, zijn zelfs zondig. Wat een zegen. Als de hand op de mond mag gaan. Gemeente, in de Bijbel komen we veel voorbeelden tegen van mensen die de hand op de mond gaan leggen. Denk aan iemand als Mozes. Die beseft dat wat de Heere doet volkomen rechtvaardig is. Zelfs als de Heere het hele volk zou wegnemen. En toch pleit hij voor dat volk vanwege de naam van de Heere. Ik denk aan Job, gemeente. Aanvankelijk, dat is een kind van God, hè. Aanvankelijk wil hij de Heere niet volgen. Hij kan het niet. Hij zegt, Heere, het klopt niet wat er gebeurt in mijn leven. En hij gaat de Heere eigenlijk dagvaarden. Waarom doet u als een verscheurende leeuw? Waarom doet u als een loerende beer? En dan gaat de Heere het omdraaien en die gaat Job ter verantwoording roepen. En dan lees ik, toen ging de hand op mijn mond. Ik zweeg. Hij gaat de Heere billijken. En bij David, gemeente, het is u net voorgehouden, is dat ook gebeurd. Hè? Je ziet, dat is niet één keer, maar weer opnieuw. Eerst wilde hij niet spreken over zijn schuld. Hij wilde zijn zonden en de schuld niet belijden. Maandenlang heeft hij gezwegen en heeft hij geprobeerd om zijn straatje schoon te vegen. Om die zondevlek weg te wissen. Op verschrikkelijke wijze heeft hij dat gedaan zelfs. Maar Gods ogen die volgden hem. En toen zond de Heere Nathan, de profeet. En Nathan die zei, u bent die man. Gij zijt die man. En dan wordt hij eerlijk. Eerlijk voor God. Ook eerlijk voor de mensen. Ik heb gedaan dat kwaad is in zijn ogen. In uw ogen. Dan is hij op het juiste plekje. Zo'n belijdenis, gemeente. Weet u dat als we bij u op huisbezoek komen, als kerkenraad, dat we daar nou ook nou zo naar uitzien, dat u dat ook mag zeggen. Dat u mag zeggen, ja, als de Heere ze naar recht zou handelen, dan is er geen plaats voor mij bij hem.
dan ben ik een buitenstaander en dan blijf ik een buitenstaander. Dat je mag zeggen, hij doet mij geen onrecht als hij mij voorbij zou gaan. Hey, gemeente, dan wordt genade, genade. Hè? Want als hij dan mij gaat vrijspreken van schuld en straf, dan heb ik het geleerd. Het is uit genade dat ik zalig ben geworden en zalig mag worden. Het is niet uit mij. Zoals Paulus het schreef in Romeinen 3. De wet moet mij veroordelen. De wet moet mij vervloeken. Maar de wet des geloofs, die spreekt mij vrij. Omdat een ander, zo gaan we straks ook horen, in mijn plaats is gaan staan. In de plaats is gaan staan van een schuldig mensenkind. Maar blijft het dan daarbij, gemeente? Zijn wij dan tevreden, als de kerkraad dan tevreden, als u zegt, dit is het, ik ben een schuldig mensenkind? Zeggen we dan, nou, dan komt het wel goed met u. En dan kun je met een overtuiging van zonde en schuld sterven. Dat lees ik niet in de schrift. Alleen door het geloof in Gods belofte. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan alleen. Dus wij mogen nooit zeggen, als een mens dat maar mag belijden, dan is het wel goed. Nee, dan mag er verwachting zijn, dat is waar. Dan is er verwachting dat de Heere ook doorwerkt. En dat het dan ook mag komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat hoor je dan ook wel aan de vraag. Kijk maar hier. Is er enig middel waardoor wij in deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Hoort u de smeekbeden? Hoort u het intense verlangen naar verlossing? Eigenlijk hoort u hier drie dingen, gemeente. U hoort belijdenis van schuld. U hoort hierin een gebed om uitkomst. En u hoort hierin een verlangen naar gemeenschap. Die drie dingen liggen besloten in vraag 12. Belijdenis van schuld, een gebed om verlossing, om uitkomst. Is er dan toch een middel? En waarom dan? Waar zoekt die ziel nou naar? En ik hoop dat u zegt, dat begrijp ik nou helemaal. Daar heb ik kennis aan gekregen. Dat is de gemeenschap met God. Zoals die jonge gemeente waar ik net van sprak, weer verlangde naar de omgang met zijn ouders. En daarom schreef hij dat briefje. Mag ik nog thuiskomen? Wilt u dan een witte deken of een wit laken uit het raam hangen? Hij verlangde naar gemeenschap. Daar kun je vaak geen woord aan geven. Dat verlangen naar Gods gemeenschap. Maar de Heilige Geest leert je dat. Dat je zonder die omgang met de Heer, zonder die nabijheid van Hem, zonder dat wandelen met Hem, zonder de vrede met Hem en u, je niet wil leven. Zoals toch een kind, en ik hoop dat alle kinderen dat begrijpen. Die kunnen toch niet leven met een papa en een mama die boos op je zijn. Die zeggen, ga naar je kamer. We hebben geen woorden voor wat je hebt gedaan. En dan zit je op je kamer. En na een poosje denk je, ik wil weer naar beneden. Ik wil naar papa, ik wil naar mama. Maar je voelt, er ligt iets tussen. Hè? Er ligt iets tussen, je hebt iets gedaan. Stel nou dat je beneden komt en je gaat lekker weer aan het spelen. En je zegt, hoi, daar ben ik weer. Dan voel je, dat kan zo niet. Dan zal mama zeggen, wat is er, wat kom je doen?
is er niks gebeurd dan? Mama wil horen dat je je schuldig voelt en dat je dat ook uitspreekt. En eigenlijk wil je dat zelf ook. En pas als mama zegt, nou is het weer goed. Nou is het weer goed tussen ons. Dan kun je pas echt weer fijn gaan spelen. Nou, dat is een heel eenvoudig beeld. Maar zo is het. Dat verlangen naar gemeenschap. In de weg van belijdenis en van vergeving. Meent u, de zondaar heeft allerlei wegen gezocht. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar wat komt hij erachter? Dat de wegen gesloten zijn? Want wat staat hier in het antwoord op vraag 12? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Gaat om Gods recht. Mijn recht is geschonden, zegt de Heer. U hebt gezondigd tegen mij. En ik ben een heilig God. Ik verdraag de zonde niet. Het is of zegen, zo heeft hij vanmorgen gehoord, of vloek. En als we de wet breken, dan zegt de Heer, vervloekt bent u. U staat buiten mijn gemeenschap. Totdat het hersteld is. Dat is het antwoord van de Heer op iemand die zoekt naar verlossing, die verlangt naar gemeenschap. Ja, want de breuk mag niet op het lichtst worden geheeld. Dat kan niet. Meent u, wat zou u ervan vinden als een dokter constateert dat u een gezwel heeft in uw been en hij zegt, we laten het maar zitten, want als ik moet gaan snijden, dat doet pijn. We laten het maar gewoon zitten. Dan zult u zeggen, maar dokter, laat het maar pijn doen, maar dat gezwel moet eruit hoor. Het doet pijn als de Heere het gezwel uit ons gaat wegsnijden. Als hij ons wijst op wat hij van ons eist. Herkent u dat, gemeente, dat het verdriet doet in je hart als je dit antwoord leest? Heere, u wil dat aan uw recht voldaan wordt. Dat de schuld die ik heb begaan, die door mij is veroorzaakt, dat die betaald wordt. We hebben dat vrijdag nog gelezen met de belijdeniscatechisanten. Het gedicht van Revius. Het waren niet de Joden en de Romeinen die het u aandeden, Jezus. Maar ik heb het gedaan met mijn zonde. Kijk, daar heb je hetzelfde. De betaling van de zonde, die was nodig vanwege mij. Door mijn schuld. Er moet betaald worden. En dan worden hier antwoorden gegeven. Hoe kan er dan betaald worden? Kunnen wij door onszelf betalen? Nou, het antwoord is kort hoor. In geenerlei wijze. Geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. De onderwijzer laat ons zien, wil ons laten zien, dat als u denkt aan betaling door uw eigen werken, dat niet gaat. Op geen enkele wijze. Want gemeente, zelfs al zou ik een stukje kunnen betalen, de schuld is helemaal hoog. Bovendien zegt u, wat je dan misschien voor gisteren hebt geprobeerd te betalen, dat heb je vandaag alweer erbij gezondigd. Je maakt je schuld dagelijks groter. Wij zeggen wel eens, dat is dweilen met de kraan open. Je gaat dweilen, maar de kraan staat open. Er blijft maar water uit de kraan lopen. Zo is het met de zonde ook, gemeente. Het neemt maar toe, want wat is zonde? Zonde is alles wat ik doe niet ter ere Gods. Zonde is het missen van het doel waarvoor de Heere mij ogen gaf om te zien, oren gaf om te horen, een neus om te ruiken, een mond om te eten en te spreken. Verstand, hersenen, om na te denken, om te haten en om lief te hebben. En ik draai het steeds maar om. Tegen God in gebruik ik het. Dus ik kan niet betalen. En iemand anders dan?
kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, een ander schepsel, dat voor ons betalen kan. Maar wat hij bedoelt, nou, een engel bijvoorbeeld, of een dier, een offerdier? Het antwoord luidt nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Gemeente, wij kunnen niet de mens gaan laten vervangen door een dier. Want de mens heeft een lichaam en een ziel. En een dier heeft alleen een lichaam. Dus het dier kan sowieso al niet voor de ziel betalen. En ten andere, zo lezen we, een bloot schepsel, een dier, kan de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde niet dragen en ons daarvan verlossen. Kan niet. Kan nooit de eeuwigheid daarmee ingaan. Hij kan er geen eeuwigheidswaarde aan verbinden. U zegt, ja, maar er werden toch wel offers gebracht in de tijd van, nou, koning David bijvoorbeeld en koning Hizkia. Heel lange tijd is dat gebeurd. Lammetjes en schapen en duiven en noem maar op. Grote offers, kleine offers. Ja, maar staat er ergens dat de Heere zei, nu is het wel genoeg. Nu zijn er genoeg offers gebracht. Nu heeft de mens door al die offers te brengen betaald. Nee, hè? Nee, gemeente, we weten van David in Psalm 40 dat hij, terwijl hij al die offers bracht en gebracht zag worden, dat hij als het ware naar de horizon tuurt en zegt, het is niet genoeg. Brandoffers, nog offers voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog, Heer. Het is niet genoeg. Heer, al zou ik de hele veestapel aan u geven, dan is het niet genoeg. Niet genoeg. Nee, toen zeide ik, en die ik is dan niet meer David, maar is de Zoon van God, is de borgenmiddelaar. Toen zeide ik, zie ik om. Van mij is gesproken. In de boekrol. Door Jesaja bijvoorbeeld. Weet je, daar is die man, die kameling, ook achtergekomen. Weet je het nog? Hij reisde eerst naar Jeruzalem om de Heere te aanbidden. Toen kwam hij in de tempel. Maar daar hoorde hij en dat er geen plaats was voor hem. Hij was een buitenstaander. Geen plaats bij God. Hij was een onreine. Hij was een verminkte. Hij was een heiden. Geen plaats voor u. En ondertussen zag hij dat de offers werden gebracht. Hij zag de schapen en de lammetjes gebracht naar het altaar. En hij keerde terug met de boekrol Jesaja in zijn hand. En dan leest hij, als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor de scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Ongetwijfeld gingen zijn gedachten terug naar de tempel wat hij daar heeft gezien. Lammetjes, schapen. Maar dit gaat over een mens. Het gaat over hem. Wie is hij? Is hij Jesaja? Zegt Jesaja dit van zichzelf? Of van een ander? Ik meen dat die kamerling heeft geloofd dat Jesaja hem niet kan zalig maken. Want als hij de boekrol goed gelezen heeft, dan weet hij dat Jesaja met zijn eigen zonde voor God tevoorschijn kwam. In Jesaja 6 kunt u dat lezen. Ik ben een zondaar, hoor hem daar zeggen. Ik heb onreine lippen. Heere, zo kan ik voor u niet bestaan. En dat hij alleen in de weg van het altaar gereinigd kon worden. Die man zal dan de lijn hebben getrokken van Jesaja 6 naar Jesaja 53. En tegen zichzelf hebben gezegd, nee, dit kan Jesaja niet zijn. Wie dan wel? En dan heeft de Heer een uitlegger gestuurd. Daar staat Filippus
al klaar. God had alles al klaar. Filippus moest al veel eerder gaan lopen voordat die man ging rijden. Want ja, lopend kom je niet zo ver als met paard en wagen. En precies op dat moment, Gods tijd, horen we de stem van Filippus. Verstaat ge ook wat ge leest? Hoe zou ik kunnen, klinkt het dan, als ik geen uitlegger zou krijgen? Even voordat we gaan zingen, nog één vraag. Als het gaat om die lammetjes en die schapen, zegt u misschien wel, ja, maar dat is niet meer van betekenis voor ons. Daar kun je wel aan voorbij gaan. Nou, is dat zo? Is dat zo? Brandoffers nog offers voor de schuld voldeden dan uw eis nog eer? Is het niet zo, gemeente, dat iemand die met die vraagsteller naar een weg zoekt ter ontkoming, die verlangt naar de gemeenschap met God, allerlei offers begint te brengen? Ja, hij noemt het geen offers, maar zo zijn ze eigenlijk wel bedoeld. Heren, heb nog even geduld met mij. Ik ga mijn leven anders inrichten. En u ziet het toch al, heren, dat het anders is gegaan. U ziet toch dat ik echt anders ben gaan lezen. En dat ik echt probeer te strijden tegen de zonde. En heren, laat me even, dan komen ze allemaal eronder te liggen, hoor, echt. Dat beloof ik u. Ik beloof u niet meer te zondigen. En alleen maar u lief te hebben. En u te zoeken. Ik zal kloppen op de deur. En gemeente, dat we heimelijk van het kloppen een offer gaan maken. Van het bidden een offer gaan maken. Van het strijden een offer gaan maken. Dat we eigenlijk zeggen, hier zie mijn lammetjes. En zie mijn schapen. Ja. Maar er komt echt een moment dat je er zelf een streep door gaat zetten. Omdat God er al een streep door gezet heeft. Zoals ik dat eens las, dan gaat er een kruis, gemeente, niet zo'n kruis, maar dit kruis gaat door je werken. Het kruis door je werken. Begrijpt u het? Het kruis door de werken. Je moet zeggen, Heere, ik kan niet betalen. Ik niet. Maar uw zoon wel. Vergist ik mijn gemeenten of hoorde ik bij het zingen over deze grote Davidszoon een jubel uit uw mond, uit uw hart komen? Ik hoop het. Dat het bij u was, bij jou was. Dat je hoorde van hem, van die gezalfde, van die grote Davidszoon. Misschien kon je eigenlijk niet eens meer goed verder zingen. Je zegt, wat is hij groot voor mij geworden. Zonder hem verloren, maar door hem behouden. Ja, het staat er wel, gemeente. We moeten hem zoeken, die weg. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord zoek één die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Die moet u zoeken, gemeente. Moet niet de verkeerde zoeken. We kunnen zo verkeerd zoeken, hebben we net gehoord, hè? Dat je zoekt in je werken. Dat je zoekt in eigen gerechtigheden. Dat je het zoekt. Misschien wel bij Gods kinderen. Een bevestigend antwoord te krijgen. Maar dat je het allemaal op de verkeerde plaats zoekt. Je kent misschien wel het voorbeeld van dominee Gea Kersten. Dat er iemand op zijn deur klopte of in ieder geval aanbelde. Het was een jonge vrouw. En ze zegt, dominee, ik ben zo in nood. Ik moet van mijn zonde verlost worden. En toen zei dominee Kersten, maar dan ben je aan het verkeerde adres. Je moet niet bij mij zijn. Toen deed hij de deur weer dicht. Het was bedoeld als les, dat begrijpt u wel. Hij zal ongetwijfeld die vrouw wel op een ander moment hebben gesproken. Maar ze moest het wel leren, het niet van de dominee te verwachten. Nee, zoek het bij mij, zegt de Heer. We moeten zoeken, gemeente, naar een mens. Want de mens heeft gezondigd en de mens staat schuldig, een waarachtig mens.
Ik lees in 1 Korinthe, want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Maar hij moet een rechtvaardig mens zijn. Ik lees in de Hebreeënbrief, want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En tenslotte, hij moet sterker zijn dan alle schepselen. Dat is dus waarachtig God. Ik lees in Jesaja, daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. God weer met ons. Met ons God staat er eigenlijk letterlijk. Met ons God. Met in bepaalde catechismusverklaringen kom je wel tegen het voorbeeld van het brandofferaltaar. Oudvaders kwamen al met dat voorbeeld van een altaar dat door het volk moest worden gebouwd, door de priesters en degene die hem mochten helpen daarin. En dat was een altaargemeente wat van hout was. Houten altaar. Maar begrijp wel, als daar vuur op gebracht wordt, ja, dan gaat dat branden. Dan gaat het altaar zelf ook in vlammen op. En daarom moest er om het hout koper worden aangebracht. Dikke lagen koper. En men zegt dan wel, kijk, dat is nou Christus. Dat hout ziet op de menselijke natuur, die is zwak. Maar dat koper ziet op de goddelijke natuur, dat houdt het vuur tegen. Dat koper, dat beschermt het hout. Zo moest Christus als het ware van hout en van koper zijn. Mens en God. Anders zou hij verteerd zijn in één ogenblik als Gods toorn op hem neerdaalde. Maar nu kon hij 3 uur lang in de godsverlating blijven. De nederdaling ter hel. Die moeten we zoeken, gemeente. Het staat in de Bijbel. Er zijn mensen die zeggen, dat hoeft niet meer. Dat is allemaal al geregeld. Dat is allemaal al een zaak door God gegeven. En dat hoef je niet meer te zoeken. Nou, dan bent u niet Bijbels. Want in de Bijbel lees ik steeds de opdracht om te zoeken. Zoek mij, zegt de Heer, terwijl ik te vinden ben. Roep mij aan, terwijl ik nabij ben. Tegen jonge mensen zegt de Heer dat ze moeten zoeken. Zoek mij, gedenk aan uw schepper in de dagen van de jongelingschap. Dat is een zoeken. Klopt op de deur, lees ik. De deur van de genadepoort. Kloppen, gemeente. Aanhoudend kloppen. Dat betekent Gods woord onderzoeken. Dat is Gods woord bij de Heere brengen. Dat is een pleitend bidden. En dat is een verwachtend luisteren. Onder de prediking. Of als je zelf mag lezen uit het woord. Of iets over het woord. Met verwachting. Heere, antwoord u mij. Kijk, gemeente, kloppen. En luisteren naar de antwoorden. En de Heere zal de deur openen, hoor. Mijn schapen horen mijn stem, zegt Christus. Zo werkt hij door woord en door geest. En als ik geen zekerheid daarover heb, niet genoeg. Oh, lees dan wat onze vaderen zeggen, gemeente, Dordtse leerregels. Artikel 16, hoofdstuk 1. Dan zeggen ze niet, u moet maar gewoon geloven dat het zo is. Dat zeggen ze niet, ze zijn heel pastoraal. Ze zeggen, houd aan in de middelen. Houd aan in de middelen. Houd aan in het lezen, in het gebed. Geef acht op de sacramenten. Wat geeft de Heere hierin mee? En de Heere zal het zwakke versterken. Hij zal de rokende vlaswijk niet uitblussen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Zo schrijven onze vaderen. Verlossing. Door hem alleen. Door de gegevenen van de Vader. Door, zo wordt hij hier genoemd, gemeente. Want het woord komt al terug in de vraag. De middelaar. Het is naar het woord van Paulus die tegen Timotheus zegt en dat ook opschrijft. Want er is één middelaar Gods en der mensen. Namelijk
De mens, met een hoofdletter mens, Christus Jezus. Dus één middelaar. Eén die tussen God en de mens in is gaan staan. En nog steeds door zijn voorbidding tussen God en ons in staat. Gemeente, wat is dit voor een middelaar? Durft u tot hem te gaan? Of ben je bevreesd? Ben je bevreesd voor deze middelaar? Gemeente, je hebt te vrezen voor de toorn van God, dat is waar. Je hebt te vrezen voor de toorn over de zonde. Maar u hoeft niet te vrezen voor deze middelaar. Deze middelaar heeft milde handen en vriendelijke ogen. En hij nodigt zondaren tot zich. Wie kwamen tot hem? Hoeren en tollenaren. Mensen die in de goot van de samenleving lagen. Maar zij hoorden van hem. En ze naderden tot hem. Ze kwamen steeds dichterbij. En op een gegeven moment lezen en hij zat met hen aan. Hij at met hen. Tot grote ergernis van de mensen die het zo goed wisten. En dan antwoordt Jezus op de aanklacht van die critici. Dat hij gekomen is, niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Voor mensen die de dokter, de hemelse dokter, nodig hebben. Ik lees in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus. Die ons meer lief heeft. Ik zat gisteren nog in een boekje te lezen van dokter Verboom over de geloofsbelijdenissen. En dat boekje heeft hij die kostelijke titel gegeven. Die ons meer lief heeft. Je zou het boekje eigenlijk wel zo voor je willen zetten. Die ons meer lief heeft. Wie heeft u meer lief dan hem? Wat heeft u meer lief dan hem? Of mag u zeggen? Moet u zeggen? Moet jij zeggen? Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn zielenvriend. Amen.